hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het loopt tegen 2:30 aan. Ik ben laat. Ik heb lekker uit kunnen slapen. De hele week moest ik op tijd eruit. Ik heb nou lekker uitgeslapen. En daarna even aan het werk geweest. En buiten aan het werk geweest. Gewoon een sujeetje opgeruimd. Ik ben nou pas aan mijn eten toe. En ik heb best wel zin in wat het is. Het loopt tegen 2:30. Oh, het is trouwens zaterdag. En ik wens jullie ook nog een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog weer. En het is vandaag de 23ste. Het is februari en het jaar 2019. Ik ga mijn eten doen en mijn bakje koffie doen. En daar ga ik eventjes lekker het centrum door. Ik weet niet of er nog mensen verkleed lopen, want het is carnaval, hè? Ja. En hier doen ze er niks aan. Dit is weer beneden de rivieren. Maar ja, er lopen er altijd gekken genoeg rond, net zoals ik, die hun wel verkleden. Ik ben helemaal in het glitter. Ik zelf, ook mijn broek is glitterachtig. Maar in ieder geval, ik neem mijn camera wel mee, deze. En we zullen beleven wat het is. Ik neem mijn GoPro mee, die zet ik erop. Zie ik wat anders, wat leuker is, dan doe ik mijn GoPro even uit. En dan pak ik deze. Doe ik altijd, dus. We zien wel even de helden door, kachelen. En dan kijken we wel hoe en wat. Ik zou zeggen, tot later. En geniet ervan. Geniet van alles wat jullie doen gaan. Doei doei! Thank you.
zijn weer thuis. Ik heb de camera niet gebruikt onderweg. Was niks te beleven, nee. Ik heb wel mijn co-producten aangehad, jullie zijn wel mee geweest. Ik ben 2 keer bij een groente-fruitkraam geweest. 1 keer zag ik zelf iets. En dan kom ik bij mijn vriendin, waar ik mijn hoedjes vandaan haal en dat witte armbandje met die speciale steen. Daarvoor moest ik er ook weer even heen. Toen ik zei van dat het zo goedkoop was. Ik zal het jullie laten zien wat we gekocht hebben. Kijk, deze mandarijntjes. Die zak vol. Maar wat denken jullie? €1. Nou, zoveel kan ik nog niet krijgen voor zo weinig geld in de supermarkt. Want dan heb je minder. Voor meer geld. Dus ja, ik zei het zo tegen mijn vriendin en ze kijkt in mijn mandje en ze zegt zo. Ja, ze zegt ik kan niet weg. Ze zegt, geef me mijn geld. Ik zeg, dan haal ik het toch. Dus ja, zo doen we hup, weer erheen en weer terug. Leuk, gezellig, moet kunnen. Ja hoor, je moet toch klaarstaan voor een ander. Ja, help zoveel mogelijk een ander. En of het nou bekenden is of niet, maakt zeker niks uit. Help elkaar, ja. Dat, ja, en ze stond helaas alleen, dus ze kon ook niet weg. Dus ja, dan zeg ik, kom maar op hoor, doe het wel voor je. Ja toch. Hé, hey, Kandafi. Hé, hey, kerel. Hé, hey, mijn kerel. Ja, knorrepot. Ik weet niet waar Ewen is, die heb ik nog, ja, ze was buiten, maar die heb ik gezegd weer naar binnen te gaan, want ik wou de deur dicht hebben. Ja, ze is hier. Hé, meisje, ja. Niet naar buiten hoor, daar is het nog te koud voor om de deur open te laten. Nou, meneer is die vrouw er ook blij, helemaal gelukkig dat het vrouwtje weer is, hè. Ja, nou, man toch. Nou, man toch, ja. En die wil eruit. Nou, dan gaat hij er maar uit. Doei! Ja, het wordt weer kouder. Het wordt ook natuurlijk weer later. Het is even zien. Ja, die klok is toch gek. 4:10 is het. Die heeft het nog niet eens in 4:10. En die heeft het 4:15. Ja. En hoe laat heb ik het zelf? 4:11. Maar ja, de computer heeft gelijk. En mijn telefoon ook nog, ook 4:10, dus ja. Komt allemaal goed. Nou ja, en deze was bij de DK in de aanbieding, 99 cent normaal, ook al dik over €1. Dus ja, ik ben weer in mijn zak hoe dat er gaat. En ik ga straks eerst een bakje koffie doen, met uiteraard, ja jullie weten het al, een bounty. Ik heb nog wat gehaald. Want mijn man, Jack genaamd ook, die is maandag 2 jaar van mij heen. Doet me heel veel pijn en heel veel verdriet. Maar je moet het leven vieren, wordt er gezegd. Wordt gevierd hoor. Het wordt gevierd. Ik heb het jullie al, ook laten zien in de winkel, maar dat deed ik een beetje snel. Want slagroomtaart. Ik ga het altijd. Ja. Want morgen komt Chrissy. Nou, maandag komt Astrid weer. Op de dag dat het 2 jaar is. Dinsdag komt Rebecca weer terug. En die is dan ook hier. Misschien moet ik even denken. 2 maart. Is zij hier 2 jaar over de vloer. Dus ja, dan kun je nagaan hoe snel alles kan gaan in het leven. En ja, ik heb er wel veel pijn en verdriet om, maar ja, je moet doorgaan met je leven. En dat doe ik dan ook. En ja, ik moet het nou nog een plekje zien te geven. Dat heb ik niet op een fatsoenlijke manier kunnen verwerken. Ik heb wel een plekje kunnen geven van hij heeft geen pijn meer. Weet je, hij kan nou slapen. Want hij zei ik wil slapen, ik ben moe. Ja, ik ben ook moe.
Weet je, ik was ook moe van het hoesten. Hij ook. Ik denk, nou, dat komt allemaal door die verkoudheid. Maar ja, weten wij veel. We wisten niet dat hij zo ziek was. Wist niemand. Zelfs de dokters, die keken er raar van op. Maar oké, alles het maar aan die spierziekte gekoppeld. En dat moet je niet doen. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag. En maak er wat moois van. Tot later.